Delano Landvreug is gisteren beëdigd als minister van Binnenlandse Zaken. Maurice Hassankan en Siu Ramsugul zijn als onderminister respectievelijk op BISA en grondbeleid en bosbeheer ingezworen. De nieuwbakken minister van Binnenlandse Zaken, Landvreug, zei dat hij in een rijdende trein is gestapt en geen twijfels heeft over het succesvol verloop van het regime tot mei 2025. Hij sprak journalisten na zijn beëdiging op het kabinet van de president. Er is een goed beeld, een redelijk goed beeld van de staat van het ministerie. Er zijn heel wat kundige mensen daar en het is niet dat het helemaal niet vlot. Dus daar waar het vlot getrokken moet worden, in goed overleg met de deskundigen die daar zijn, denk ik dat we het eindstation heel goed kunnen halen. Ik heb geen gesprek gehad met mijn voorganger. Ik denk dat de komende tijden daar waar gesprekken gevoerd moeten worden, die ook gevoerd gaan worden. Hassankan geeft aan dat hij gaat voor eerlijke verkiezingen waarvoor hij als onderminister en de nieuwe minister zijn benaderd. Verkiezing en verkoos, dus het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Maar eerlijke verkiezingen. En daarvoor zijn wij in de loop der tijden geprezen en dat moeten wij hoog houden. Dat is heel belangrijk, denk ik. Ja. Dank u wel. Ja. Vice-president Ronnie Brunswijk benadrukt dat er geen sprake is van twee ministers op één ministerie, zoals in de wandelgangen wordt gezegd. Hij is in elk geval helemaal content met de beëdigingen.